Ik heb zo'n gevoel dat iemand geen mondkapje bij zich heeft. Ik verkoop mondkapjes toevallig. Ja? Ja. Hier, ik heb mondkapjes, 2 euro per stuk. Ja, leuk je weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn en Joost. Ja, ben je er weer? Daar ben ik weer. Waar was je? Ik was even weg. Je was er ik was er gewoon heel vandoor. Maar goed, daar zijn we met een spiksplinter nieuw item. Vertel Martijn, wat gaan we doen vandaag? Misschien heb je het wel meegekregen in het nieuws. Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer, dan ben je verplicht een mondkapje te gebruiken. In Amsterdam wordt het heel erg goed gehandhaafd. Ze staan bij de pontjes te controleren. Nou is het zo dat we in Zaandam staan en hier staat dus niemand. Dus de kans is heel groot dat mensen hier geen mondkapjes hebben. Wat gaan we doen? Ik sta bij het pontje met dit fantastische hessie. Mensen erop te wijzen dat ze een mondkapje op moeten. Maar goed, als je geen mondkapje hebt, dan is daar Martijn. Bij mij kun je een mondkapje kopen voor, wat is het, 50 euro per stuk of zo? Jezus, dat is echt veel. Ooginzet, hey, tijdsgeld. Zij hebben mondkapjes nodig, hallo, ik niet. Even kijken hoor, we hebben hier links het pontje. Alleen het vervelende is natuurlijk, dit is geen Amsterdam, dus die pontjes die gaan niet zo regelmatig. Nee, die gaan één keer in het half uur of zo. En het is ook nog niet heel erg druk. Ja, maar er staan wel al mensen zonder mondkapjes. Dat is zeker waar. Gelijk aan de bak, jongen. Heeft u een mondkapje? Ja, het openbaar vervoer hebben we ook een mondkapje nodig tegenwoordig. Ja, natuurlijk. Je hebt mij geen. Ik heb geen idee. Ik controleer alleen of mensen een mondkapje hebben of niet. Ik verkoop mondkapjes. Eurootje per stuk. Eurootje per stuk. Wat zeg je? Eurootje per stuk. Ja, wil je er eentje? Ja, geef me nummer 5. Jij terug van. Ja hoor. Mijn nummer 5. Kijk eens, 5 mondkapjes. Ja, man. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, toppie, jongen. 5 mondkapjes. Je bent van? Ik moet hier controleren of mensen mondkapjes gewoon op wijzen. Jou? Ja, ik moet gewoon mensen op wijzen dat ze een mondkapje moeten doen. Vooral hier, want ik hoor ook ontzettend veel dat mensen geen mondkapje op doen, terwijl dat wel moet. Ja. En ik ben niet om boetes uit te delen of om vervelend te zijn. Gewoon even om te zeggen. Ben je van de televisie of zo? Wat zegt u? Ben je van de televisie? Oh nee, dit is gewoon een microfoontje. Ik neem het op. Goedendag. Dat u hier thuis hoort? Jawel, ik ben hier neergezet. Ik moet. Nee, dat kan niet. Ik wil dat je zo vertrekt. Ik ben gewoon geweest bij de mensen een mondkap moeten dragen. Dat klopt. Ik wil je hier niet hebben. Dan gaan we even vandoor. Fijne dag nog. Fijne dag, hè? Nou, toen werd je weggestuurd. Ja, dat waren 6 korte minuten, maar wel 5 euro verdiend. Ja, ik heb ze wel een beetje korting gegeven omdat ze wel heel lief en aardig overkwamen. Ja. 1 euro per stuk. Maar het is booming business. Ik denk als ik dit iets beter had verstopt, we hier ook nog langer hadden kunnen staan. Ja, dus nieuw plan, nieuw puntje, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Probeer het gewoon nog een keer. En hopelijk hebben ze nu dan gewoon geen controleur. Nieuwe locatie, alleen ik zie weer gelijk iemand met een grilletje. Ja. Wat nou als we hem daar weg krijgen en jou ervoor in de plaats zetten? Want het is gewoon een wissel van de wacht. Jij bent mijn inside man. Het is een wissel van de wacht. Jij gaat hem wijsmaken. Het is 6 uur. Naar huis moet. Ik ben iets te laat al, moet ik je vertellen. Dus ja. Ja, ik ga hem even vragen, Joost. Even afwisselen. Even zwaaien naar het collegaatje, even contact maken. Ja, toch collega zwaaien naar elkaar. Hoe is het hier? Lekker? Mooi man. Lange dag. Ja. Het is nu 6:02 of zo, toch? Ja, man. Te laat moet je? 7. Ah, grappig. Mij als stel ik hier om 6 uur moest zijn. Maar goed, ja. Jij moet hier dus ook staan. Ja. Vanaf 3 uur ben ik hier. Je bent al vanaf 3 uur. Ja, ik moet. Tot 7. Oh, grappig. Ik moet van 4 tot 10. Van 6 tot 10, sorry. Ik moest 4 uurtjes. Oké. Ja, maar goed. Je kan, als je wil, kan je. Toch, als we hier met z'n tweeën staan, staan we ook voor niks, toch? Ja, mijn collega staat ook aan de overkant. Oh, je bent samen met je collega? Ja. Ik denk dat we gewoon het samen moeten doen, man. Mijn collega die staat hier van tot 7. Dus kom maar hier samen dan. Goedendag, meneer. Ja, ik verkoop ze heel toevallig. Ja, een sjaal is niet toegestaan. Wil je een mondkapje kopen voor 2 euro? Ja, anders mag je de bon niet over van deze meneer. Ik heb ook een pinautomaat bij me. Kijk eens, hier kun je contactloos betalen. Kijk eens, u bent de trotse eigenaar van dit mondkapje. Voor 2 euro. 2 euro, oh shit. Oh, 2 euro. U heeft geen mondkapje bij zich? Dan kunt u helaas niet mee met de pomp, meneer. Ik heb zo'n gevoel dat iemand geen mondkapje bij zich heeft. Ik verkoop mondkapjes toevallig. Ja? Ja. Waar? Hier? Ik heb mondkapjes, 2 euro per stuk. Oh, kijk, daar komt wel. Kan, ja. Wat is je tarief?
€2 per mondkapje. En wat koop je ze voor één? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik werk voor een hele grote. Dit is. Dit is mondkapmafia. Ja, ja, ja. Ik mag daar niet te veel over zeggen, jongens. Sorry. Even kijken, €2. Kijk eens, ik kom binnen. Oh, tegenaan halen. En dan krijg je even mijn mondkapje. Kijk eens. Alsjeblieft, man. Wil je nog geld verdienen? Ga bij het pontje staan. Vraag €2. Het is een win-win, want anders mogen ze de pond niet op. Ze worden echt weggestuurd. Ja, ze worden echt weggestuurd. En je verdient goud geld, man. Ik heb hier 5 minuten gestaan. Ja, we hebben twee pontjes. Hoeveel heb je op gehaald? Ja, weet ik veel. Met die andere erbij zit ik nu iets van €12 of zo. Dat is echt best wel veel, man. Dat is prima geld verdienen, hè. Je voelt je alleen wel echt een zieke sloeper. Je staat echt te belen om €2 en je hebt een pinautomaat bij je. Misschien nog het allertriest van het hele verhaal. Maar gelukkig zijn we alle schaamte al lang voorbij. Ik zou zeggen, laten mensen ook voor mondkapjes gaan laten betalen, terwijl het helemaal niet hoeft. Laten we doen. Toch? Ja, laten we doen. We gaan onze eigen regels bepalen. Wil je huis in? Heb je mondkapje nodig? Oh, die appartementcomplex? Nee. Oké, we staan nu in het Vondelpark. Nou, het is natuurlijk super raar dat je hier mondkapjes zou moeten dragen. Maar goed, mijn collega hier, ja, bepaalt vandaag dat wel het geval is. Goedemiddag. Je komt gezellig het Vondelpark in? You're joining the park? Yes. Oké. Okay. Pedestrians need a face mask. En nu gaan we lachen. Yeah, do you have a face mask with you? Yes. Oké, okay, please. Goedemiddag. Hallo meneer. Heeft u een mondkapje bij zich? Ja, sinds vandaag. Voetgangers hebben een mondkapje nodig. U heeft erin bij zich? Ja, ik. Hartstikke goed. Hoi. Heeft u een mondkapje bij zich? Ja. Vol met mondkapjes, wat helemaal niet hoeft. Dat mensen elkaar ook gaan aanspreken. Meneer, je moet wel even een mondkapje op, hè? Ja, het Vondelpark is tegenwoordig mondkapjes. Hoi, hebben jullie een mondkapje bij jullie? Nee. Voetgangers hebben een mondkapje nodig. Ik verkoop mondkapjes als je er niet bij hebt. Hoeveel? €1. Waarom sta je hier? Je hebt toch van gasten? Dat klopt. Ja, nu sta je hier dus verkopen. Het gaat niet zo goed met mijn kanaal. Nee. Ja, het is ook corona voor mij. Cash. Nee, ga. Het is voor een opname. Zitten jullie te fikken? Is dit? Oh, ja. Ga lekker naar je bootcamp, alsjeblieft. Oh, dit zijn wel echt twee hele goede slachtoffers. Ja. Pak hun alsjeblieft aan, Joost. Eén ding. Als je een koerbroek draagt, dan dit keer, moet je een mondkapje. Dit keer verkoop je er wel één. Spreek ze aan. Je duim is niet terug. Goeiedag. Hebben we een mondkapje bij ons? Yes, you need to have a face mask. All the pedestrians need to have a face mask. Yes, I see, but I have to inform people when they answer. Whatever they do inside, it's out of my control. I have a face mask. You have a face mask? Yeah. Yes. Hey Joost, ik kijk natuurlijk een beetje mee. Je mag iets strenger voor ze zijn. Want die twee hadden zeiden. Gaan we de rollen omdraaien? Helemaal goed. Hier komt Hitler Martijn. Hey, Hitler Martijn, ze glippen er langs, hè? Kijk even. Ja, jij hebt de 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Ze glippen er allemaal langs. Pardon. Er zijn nieuwe regels in het Vondelpark. Ja. Mondkapje op, ja. Heel graag. Heeft u een mondkapje bij je? Nee, hou je wel, anders wordt het gek. Hallo. Hi. Heb jij een mondkapje bij je, toevallig? Nee, ik heb niet bij. Ja, er zijn nieuwe regels dat we allemaal een mondkapje om moeten doen in het Vondelpark. Dat is niet zo. Kijk, mevrouw die neemt het goede voorbeeld. Ja, dat is waar. Ja. Mag ik jou anders gewoon een mondkapje aanbieden? Goed, ja. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, ik geef ook gewoon gratis mondkapjes weg aan knappe dames. Pardon? Ja, tuurlijk. Heb je een mondkapje bij je? Sorry? Heb je een mondkapje bij je? Nee. Ja, heb je er geen bij je? Nee. €2. Als je niet van de gemeente bent, moet je echt stoppen. Ik heb nooit gezegd dat ik van de gemeente was. Nou, waar ben je dan van? Ik ben zelfstandig ondernemer, ik verkoop mondkapjes. Zijn een filmpje aan het opnemen? Er is niks aan de hand. Nou, ik stap op Martijn met strenge hand. Boom, geen Hoeveel geld. Hoeveel heb je nou verdiend? Nul. Helemaal niks, na de pond ging het een beetje de verkeerde kant op, maar ja, de mensen zijn gewoon slim voor onze trucjes. Ja, het werkt gewoon niet hier, maar bij de pond werkt het dus wel. Maar goed, we hebben een bedrag opgehaald en jullie mogen bepalen wat we mee gaan doen. Dus gaan we het weggeven aan een goed doel, iets anders leuks. Zeg het en dan zie je het volgende week gewoon terug. Ja, volgende week zijn we ook gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Dus ja, ik zou vooral eventjes abonneren hier zo. Ja, want de helft van jullie motherfuckers is gewoon nog steeds niet geabonneerd. Zou wel leuk zijn als je het gewoon even doet. Ja, toch? Ja.
Heel simpel, klik op het knopje en zie je volgende week weer. Later! Doei!